De turbotool, de zwarte suisbuis en het golfslagbad. Ken je ze nog? Menig Brabander heeft uren plezier beleefd in de tongelreep. Het doet dan misschien een beetje pijn om dit te zien. 7 jaar na de sluiting van het Eindhovense zwembad is dan nu toch echt de sloop begonnen. Het is natuurlijk een verdrietige dag aan de ene kant, hè, want heel veel Eindhovenaren hebben hier allerlei bijzondere emoties. Ik heb van bijvoorbeeld raadsleden gehoord, die hebben hier een eerste zoen gekregen in het buitenbad. Ja, daar krijg je er maar één van. Het plan was om de tongelreep te vernieuwen, maar na de sluiting bleek dat de gemeente te weinig geld had. 20 miljoen euro was er nodig, maar er was maar 12 miljoen beschikbaar. En dus lag het bad er jarenlang uitgestorven bij. Uiteindelijk wist de gemeente uit verschillende potjes toch geld los te peuteren en kon het plan doorgaan. Maar een subtropisch zwemparadijs zoals het was, wordt het niet meer. Er komen binnen allerlei zwembaden met glijbanen, ook die er echt heel gaaf uitzien. En hier buiten krijgen we een spreepark waar dus ook de jongere kinderen heerlijk kunnen recreëren. Het buitenbad wordt nu als eerst gesloopt en daarna gaat het binnenbad tegen de vlakte. Als alles meezit, kan er in 2025 in het nieuwe zwembad gezwommen worden.